Nation. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Ja, hartelijk welkom allemaal. We zijn een kwartier te laat begonnen omdat er zoveel van u zijn. We hadden gedacht dat we het in de salon zouden doen dit. Maar we hebben het hier gedaan en daardoor was zo'n probleempje met het kaartjes knippen en controleren en dat soort dingen. Want we hadden niet genoeg mensen op dat moment. Dus fijn dat u er allemaal bent en dat u ook allemaal binnen bent. We zijn dus iets te laat begonnen. Maar ook fijn dat alle sprekers op het korte termijn zo snel bereid waren om te komen en mee te doen. En speciaal ook heel fijn dat Naida Aurangzeb het wil voorzitten op zo'n korte termijn. En dat Jan de Mosselman, de redacteur van de Bali, het zo snel georganiseerd heeft. Want wat is er snel? Het is naar aanleiding van een stuk in de Volkskrant. Misschien kan je ook wel zeggen een pamflet, vrij links. En het is belangrijk om daar eens over te praten met z'n allen. En we zijn verheugd dat we dat met z'n allen kunnen doen hier. Een onderwerp wat van tevoren al op het internet hotly debated was. En in die zin ben ik ook benieuwd naar wat er vanavond gebeurt. Er werd ook wel gezegd, gaat dit nou over vrij links of gaat het nou over seculariteit? Het stuk van de vier schrijvers die hier ook alle vier vanavond zijn. Als u daarin geïnteresseerd bent in die verhouding tussen seculariteit en staat, dan is het misschien ook wel verheugend om te kunnen melden dat op 2 juni hebben we een avond met Seyran Ates. En vandaag, net een uur geleden, hebben we gehoord dat ze toch kan komen. Want we hadden hetzelfde gedonder wat we altijd hebben. Dat de Nederlandse staat zulke soort sprekers niet wilde beschermen. Maar ze mag komen met de begeleiding van de Duitse politie uit Berlijn. Zij is de imam uit Berlijn die een moskee heeft gegrondvest. En ze komt met 5 bewapende mensen naar Amsterdam. Gelukkig dat de gemeente Amsterdam en de overheid nu eindelijk wel eens een keer van tevoren zeggen dat ze iets doen. Dat is een unicum voor het eerst dit jaar. Vanavond gehoord. Dus ze komt op 2 juni naar de concertgebouw georganiseerd door de Bali in het kleine zaal. Om te praten over dit soort dingen en de toekomst van Duitsland. Maar dit even geheel terzijde. Ik ben er helemaal blij mee. Want we hebben het net gehoord na een maand lang heen en weer debatteren met de overheid. Lees ook overigens het ongelooflijk goede interview van Munir Samuel in Trouw onlangs met haar. Zeer lezenswaardig. Munir Samuel is hier vanavond ook een van de sprekers. Verder wil ik nog zeggen dat we dus proberen. We zullen een kwartiertje later eindigen. Er is gelegenheid tot meepraten later op de avond. Maar houdt u voor die tijd misschien even uw kruid droog, zodat er hier op het podium gesproken kan worden. En zodat Naida Aurangzeb het debat in normale goede banen kan leiden. Naida, heel fijn dat je er bent. Ik geef jou graag het woord. Dankjewel, Juri. Ja, de namen zijn nu weg, die stonden er. Straks gaan we praten met, welkom allemaal, met Boris van der Ham. Heel erg benieuwd wat hij van het manifest vindt. Welkom, Boris. En natuurlijk met een van de schrijvers, Aziz Aynan, welkom. Benieuwd ook waarom het, ik ben vooral ook benieuwd waarom dit manifest nu geschreven moest worden. Dat hoor ik straks graag van jullie. De Bali heeft 2 kritische denkers gevraagd om met een kritisch blik te kijken naar het manifest en daar straks op te reageren. Dat gaan ze ook doen. Maar voordat we dat gaan doen, is er een gast uit het buitenland. En nou heb ik het manifest ook gelezen en dacht ik, oh ja, groepen, moet je je wel of niet tot een groep voelen? Ik heb vaak niet het gevoel dat ik tot een groep behoor. Binnen de minderheden in Nederland behoor ik tot nog een kleinere minderheid. Maar vanavond zijn we hier met z'n drieën en ik zag er nog ook eentje in de zaal, wel met z'n vieren. De avond wordt gehost door een Pakistaans-Nederlandse, wordt geopend door een Pakistaans-Engelse man
en afgesloten door een Pakistaanse Engelse man. Dus voor het eerst dacht ik, hey, wat leuk. Dus ik heb meteen... And I asked him, do you speak Urdu? Do you speak Punjabi? What do you speak? And then within 2 seconds, we decided that our language, even though we don't speak it that well, is full of poetry, right? Yours is not, because your mother tongue Punjabi is full of cursing. So if you ever want to know what is the difference between Urdu and Punjabi, in Urdu you cannot curse. In Punjabi you cannot talk, you can't talk without cursing, right? So I would like to have a very warm applause to welcome Majid Nawaz. Majid, we're very happy you're here. For the people who don't know you, you're an activist and writer on a lot of topics, but especially on citizenship, integration, religious freedom, and of course, radicalization. Welcome, Majid Nawaz. Well, thank you for that very warm and kind introduction, Naida. And everything you said is true about his language. I'm very sorry I don't speak Dutch on the subject of languages. I wish I did, but I will speak in English and I hope that everyone understands me. I've been invited here. I want to thank, of course, Dabali and Yuli and Ayantha and this wonderful venue. I've spoken here before. It's the second time I'm here. It's a pleasure to be here. And I want to thank the writers of this manifesto that is being debated this evening for inviting me here, especially Eddie, to invite me here to give these opening remarks. Now, I'm not involved in your internal debates. I'm not involved in the left and the right wing spat that is common across Western democracies for good reason. It's a healthy debate. But I'm somebody that likes to consider himself in the center, likes to consider himself non-partisan, though sometimes I'm flawed and I don't succeed in getting that across as well as I'd like to. What I'm interested in are a few core values, and wherever I see those values reflected, is where I feel that I am able to support. I'm interested in universal liberalism. I'm interested in universal human rights. I'm interested in universal democracy. I'm interested in universal secularism. Universal humanism are the values that I'm interested in. The freedom of religion universally and the freedom from religion universally. And what that means is the primacy of the individual to be allowed to make the choices that they seek. If they choose to be religious, that's up to them. If they choose to be irreligious, that's up to them. And they should face no consequence, whether that be legally or culturally. Those are the debates I'm interested in. And so my presence here this evening isn't to take a side. It's rather just to advocate for the universality of those values. Those of you who are familiar with my story, and I wouldn't presume that you should be, but some of you who would be familiar with my story know that I grew up in the United Kingdom facing some very severe and violent racism from the far right. And it shaped my teenage years to such an extent that it took me another decade to recover from the trauma that I experienced growing up facing that violent racism. I won't go into more detail in that because that's another subject. It will distract from the subject this evening. But the reason I mention it is because I expected in my lifetime for racism to come from the right wing. I expected it. It's something that I've always had to live with. I've had to watch many of my friends attacked with hammers and machetes and screwdrivers by people that associated and affiliated with the far right. And so it would never surprise me to face racism from those quarters. Of late, something that has indeed surprised me and disturbed me greatly is what I call the racism of the left. I call it the bigotry of low expectations. And that's what I would like to speak about this evening briefly. Not because I favor the right wing at all. I ran for parliament in the United Kingdom as a Liberal Democrat, which here I'm informed is the equivalent of your D66. It's a, you know, you guys know your own politics, right? So that's not a right wing party, and I'm not a right wing politically in the United Kingdom either. So what I'm about to say is not to support the right wing. What I'm about to say is it's a reflection, an introspection on my own home, people I identify with. And actually, it's a plea
to treat people like me as equal human beings. Because something has gone wrong. And there are a few examples I want to give about how this went wrong, what's gone wrong, so that we can understand together. And of course, that's the debate for the rest of the evening. I mentioned the universality of these values, human rights, liberalism, equality, secularism. Now, the left has traditionally been interested in, for example, female emancipation. The left has traditionally been interested in progressive values, in secularism. The left has traditionally been interested in human rights, in defending the heretic and the apostate, because traditionally the left has been anti-establishment. Well, let me tell you, as a messenger from within Muslim communities in Europe, I don't represent Muslims, but I'm certainly somebody that is forged of that experience. And let me tell you that if anywhere that struggle is relevant today, it's within my communities. And if anyone is deserving of universal emancipation and defense and liberation, it is people like my mother, who I've had to watch growing up, cry tears of sorrow because of some of the struggles in my community and some of the difficulties that she's faced being a liberal, secular, humanist, Pakistani, British woman. If anyone is deserving of that struggle, do you know in the United Kingdom, the most underemployed group, the most discriminated against group, who are facing a triple threat of discrimination for being women, for being of brown complexion, and for being Muslim. So they face sexism, racism, and anti-Muslim bigotry are the Muslim women. And they face it from wider society, but also from within our communities. Until this day, there is not a single mosque in the United Kingdom that allows for shared and equal access for women. Until this day, there is not a single mosque in the United Kingdom that has a woman who has the ability to lead prayers or enter equally and worship her Lord on an equal footing with men. Even Copenhagen beat Britain to that. And of course, in America, Amina Wadud has been leading that struggle. So traditionally, if that struggle has meant anything in terms of emancipation, equality, feminism, then it is still relevant within our communities. And yet when we speak like this, often what happens is the very people that I expected to be our allies I have found have turned against us. And I'm going to give you three examples for that. For speaking in these terms, for speaking in a manner that I believe is in defense of the most vulnerable within our societies, and that is the minorities within the minorities. For speaking in this language, I have been dubbed by an American civil liberties organization on the left of the political spectrum, known as the Southern Poverty Law Center. I have been dubbed an anti-Muslim extremist for being critical of myself, of men in my community. I am of a majority within a Pakistani context. I'm a man, first of all, but I also come from a Sunni background, which is the majority sect within Islam. Within Pakistan's context, ethnically, I come from the Punjabi background, which is the ruling faction. I have no vested interest in criticizing my own community, apart from a sincere desire to see improvement for those who are most vulnerable within our communities, whether they be gay Muslims, feminist Muslims, ex-Muslims, liberal Muslims. And yet they happen to be the most oppressed. For speaking in their defense, I've been dubbed as an anti-Muslim extremist. And for those of you who know my background, I'm somebody who was prepared to die for my religion and my former devotion to its cause. How does that make sense? Another example. In the United Kingdom, within the last month, we have, for the first time in history, in fact, we have our Home Secretary responsible for the internal management of our country, a British Pakistani known as Sajid Javed. At the same time, the Mayor of London is a British Pakistani known as Sadiq Khan. When Sadiq Khan was appointed, he was met with celebration by the left as a symbol of diversity, as a symbol of social mobility and integration. And he was a Mayor of London, still is, for the Labour Party, a left-wing party. I also celebrated that as a symbol of diversity and integration. Yet when Sajid Khan was appointed by the Prime Minister as the Home Secretary, after Amber Rudd resigned because we had this despicable Windrush scandal that the Conservative Party were responsible for, and they appointed Sajid Khan as the Home Secretary, and instead of being met with celebration, again as a symbol of diversity, it's the first time in history that somebody
of his background was appointed to this position. And mind you, both men are sons of immigrant bus drivers. Both men lived in social housing on council estates. Yet Sadiq Khan was celebrated. Sajid Javed was met with accusations of being an Uncle Tom, being a token and a coconut by those same left-wing activists who celebrated the Mayor of London. Now, if racism by the right wing can be defined briefly as reducing an individual to the color of their skin and then defining their entire personality by their skin color, how is that not racist? If the very people who champion diversity and integration and social mobility and overcoming all odds, the very people who champion those buzzwords, do not celebrate it when we have our first Home Secretary, by the way, a Pakistani Muslim man responsible for the terrorism policy in the United Kingdom, and you're telling me that's not something to celebrate? Is that man likely to profile ethnically and discriminate against people that look like his father? And so those same people accused him of being a coconut because he was with the wrong political party. That is racism. It's born of the bigotry of low expectations, that people that look like me must think a certain way, otherwise they're not true Muslims. Otherwise they're not true Pakistanis. They're not Muslim enough. Reducing an individual to their to one of their identities only, and then defining their personality by that one identity is precisely what the far-right racists did to me when I was growing up. And these days I see it coming from the left wing, and it disturbs me, because that's meant to be the people that ally with our causes. So that's the second example. The third example I'd like to give before I conclude is recently the New York Times ran a piece written by one Barry Weiss in their column for the New York Times. It was called Intellectual Dark Web. This piece featured a bunch of renegade thinkers. The only thing these thinkers have in common is not their political allegiance. It featured people from the left and the right, and people that don't define themselves in either way. The one thing that these people had in common was that they believed in free inquiry, free expression, and free debate. And so there are people within this group that vehemently disagree with each other, but will not call each other names over that disagreement, but prefer instead to engage in conversation and debate in a civil manner. So this piece was featured in the New York Times. And I can assure you, because if you go to my Twitter feed, I've listed five examples of left-wing criticism of this piece, which is valid. You can criticize anything you like. But the criticism did what I will refer to and did refer to on my social media as whitewashing. What's whitewashing? When you want to build an argument to suit a certain narrative, but the facts don't meet your narrative, there's one thing you can do. If you wanted to build this thing that's the intellectual dark web, which is basically a bunch of iconoclastic thinkers who like disagreement because they believe that's how we learn how to think. If you want to say that these are far right or alt-right extremists, then the only way you can push that argument forward with any credibility is put a picture of Alex Jones from InfoWars on there, who isn't even affiliated with our network, and ignore the presence of Ayaan Hirsi Ali, with whom I disagree over her definition of Islam, and her. We've had debates over this. If you go online and you'll see, I was on the opposing panel against her in the Intelligence Squared debate in New York. I was arguing that Islam is a religion of peace, and she was arguing it isn't. Right? We disagree on that subject. But if you remove Ayaan from the picture, if you remove me from the picture, and you remove all of the women, and then the headline says, white atheist men lead far-right group. The only way you can succeed in pushing that narrative is if you whitewash all of the people of color from this intellectual movement, and if you remove all the women. And these critics, five articles I posted on my social media, all of them were of the left wing. People that describe themselves either as liberal or leftist thinkers. Whitewashing historically in 1930s and 1940s Hollywood was something that we were accustomed to historically as criticizing as a form of racism when it was suitable and convenient to ignore people of color, so you put the white man in position instead. And people used to blackface because there were plenty of actors, but they didn't want to replace them with talent that could do the role. The only way you can sell the narrative that this kind of rhetoric on the universality of liberal values is a far-right narrative is by pretending there aren't people like me making this case. That's racism. That's
assuming I can't think for myself and I'm being led by the white man. That's assuming I have no agency. That's assuming that I'm the T-boy for the white man who knows how to think. And that's why when this manifesto was written, it disturbed me greatly that despite the fact that there was somebody of Dutch Moroccan origin and somebody of Dutch Turkish origin involved in writing this manifesto, and a woman, a Dutch woman involved in writing this manifesto, if the press wants to focus only on Eddie as a white man and criticize him, what does that say about their expectations of the intellectual agency that the other authors had in writing this manifesto? That's what I call the bigotry of low expectations. And so to conclude, I want to thank you all for being so patient with me. I know I've said some things that may shake things up a bit. All I want to say is I'm here because I want to be here. I'm here saying the things I want to say. And so if anyone wants to criticize anyone for what I've said tonight, please name me in your criticism and not a white man. Thank you very much. Thank you very much, Majid. Okay, nu gaan we over in het Nederlands. En maakt u zich niet ongerust over onze gast uit Engeland. Er wordt voor ze vertaald door Sophie. De schrijver, een van de schrijvers van het manifest, Aziz Aynan. Voor degenen die Aziz niet kennen, Aziz schreef onder andere het boek Gebed zonder eind. Hij doseert aan de HVA en is bedenker van de Berber Bibliotheek. Ook een heel mooi onderwerp. Aziz, ja, en de andere gast is Boris van der Ham. Jullie hadden ook... Nee? Hier mag ook, hè? Nee, de komende vijf, Boris van der Ham. Voor de mensen die hem niet kennen... Boris is voorzitter van het Humanistisch Verbond en schrijver van heel veel boeken. Zijn laatste boek ligt hier op tafel, ook te koop vanavond. Nieuwe Vrijdenkers. Laat maar even zien. Kijk. Prachtig boek, dames en heren. Straks mag u hem kopen. Komende 15 minuten is het woord aan jullie. Aziz, om met jou te beginnen. Naar een vrijlinks. Toen ik het las, was de eerste vraag die ik had is... Hey, waarom nu? Misschien is dat omdat ik in Hilversum altijd heb geleerd... waarom moet iets nu? Dus het kan aan mij liggen. Maar waarom nu? Ik denk dat het te maken heeft met de verkiezingen, landelijk. En vervolgens met de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wij toen na gingen denken van... hoe komt het nou dat links in het algemeen qua stemmen terugloopt? Daar zijn we op een gegeven moment toen over gaan nadenken, gaan debatteren. En daar is dit stuk, dit manifest, uit voortgekomen. En dan is het wel iets na de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, een paar maanden. Ze zijn net klaar met formeren in Amsterdam. Dus eigenlijk... zo lang daarna is het niet. En we hebben lang gesproken. Had je er niet voor de verkiezingen mee moeten komen? En dan misschien iets nog voor links kunnen doen? Ja, maar dat is toen niet gebeurd. Ja. Dat brengt me meteen inderdaad bij de vraag van wat hoop je? Want je schrijft dit natuurlijk niet zomaar. Je schrijft, wat hoop je dat dit manifest teweeg brengt? Nou ja, het is na het manifest op korte termijn zo'n avond georganiseerd. En dat er zoveel mensen op afkomen, dat zegt heel veel. Ik was vandaag op mijn werk op de hogeschool. En ik kwam binnen en in de docentenwerkruimte. En drie collega's waren erover aan het spreken. Dus je merkt dat het manifest veel teweeg brengt. En dat lijkt mij ook niet meer dan terecht, overigens. Veel teweeg brengt. Welke reacties vielen jou op? De reacties van op het internet of de echte wereld? Allebei. Oké. Nou, het internet, dat is toch wel iets waar we, althans, ik denk dat we daar echt wel aan moeten wennen. Aan de sociale media. Dus en dat vond ik eigenlijk ook wel goed, eerlijk gezegd. Van dat daar dus zo ook, er kwamen ook heel veel columns. Mensen gingen op hun weblog een column schrijven. Die gingen dus ook weer nadenken over het stuk waar wij weer over hadden nagedacht. En
Ik denk ook bij een goed stuk worden woorden dan gewogen. Bedoelen ze nou met als je de seculier schrijft, wat wordt daar nou echt mee gezegd? En dan de een die zegt, ja, seculier is seculier. En de ander zegt, nee. Dat woord seculier, als je het uitpakt, dan zit daar een atheïst. Dus er wordt dus behoorlijk over nagedacht. En ja, om me heen, mijn vriendin is weer gewoon, die denkt van, nou, fantastisch gedaan. Dus ja, het is volgens mij prima, het is goed. Een hele goede vriendin. Ja. Die zegt vriendin het goed vindt, dan is het gedaan. Als mijn vriendin het goed vindt, dan is het goed. Is ze er? Ja, tuurlijk. Boris van der Ham, je hebt niet meegeschreven, maar je hebt wel gezegd, jongens, goed werk. Ja, nee, over het algemeen ben ik het er wel mee eens. Over het algemeen? Over het algemeen. Dus waar ben ik niet mee eens? Nou, ik vind dat een aantal elementen vooral ontbreken. Niet zozeer alles wat er staat ben ik het eigenlijk wel mee eens. Een paar kleine puntjes, nou, die soms misschien, zeker als het naar het verhaal van Majid gehoord hebbende, ben ik daar nog wel extra in bevestigd. Bijvoorbeeld in het stuk staat ergens dat het westerse waarden zijn die we aan het verdedigen zijn. Het zijn juist universele waarden. Hè, maar dat is nog wel iets wat je, laten we zeggen, in de reactie op het stuk wel eens meekrijgt. Terwijl het juist ontzettend belangrijk is, juist ook voor mensen die niet uit oorspronkelijk Nederland komen, of kinderen zijn van ouders uit bijvoorbeeld Marokko en Turkije, dat de waarden die we hier verdedigen, en die we volgens mij moeten koesteren met z'n allen, niet alleen maar gegeven zijn vanuit Spinoza. Als je rondreist in de wereld, dan zie je dat op allerlei plekken in de geschiedenis, maar zeker ook nu, maar zeker ook de afgelopen duizend jaren, overal denkers zijn opgestaan die ongeveer deze waarden hebben verdedigd. En hebben gezegd, zou toch vrij moeten zijn in je eigen opvatting. Je zou toch eigenlijk een vrije geest moeten hebben. En dat vind ik zelf dan heel belangrijk, omdat je anders tegen mensen zou zeggen dat als je je koppelt aan dit soort idealen, aan deze uitgangspunten, dat je dan verraad pleegt aan de cultuur van je ouders bijvoorbeeld. Terwijl als je goed kijkt in die culturen van die ouders, kom je overal dit soort elementen tegen. Dat is denk ik heel belangrijk. Je hoeft geen verraad te plegen aan je oorspronkelijke roots om de vrijheid aan te hangen. Sterker nog, op al die plekken wordt dat bevochten. Niet alleen maar nu, maar ook in het verleden. Dus dat is één ding waarvan ik soms in de afdronk, zeg maar, van het stuk soms het verkeerd gelezen zie worden. Maar dat is meer een detail in de reflectie erop. Wat ik een beetje vind ontbreken is dat ik dat sommige van de debatten die te maken hebben over ongelijkheid en over de manier waarop soms groepen tegenover elkaar komen te staan, wel degelijk ook te maken met sociaal-economische problematiek. Met klassen. Ik ben zelf een liberaal, als je naar mijn politieke kleur kijkt, maar ik zit hier even als voorzitter van het Humanistisch Verbond. Maar dat is niet onbelangrijk. Een verschil van sociaal-economische positie geeft heel veel voeding aan bepaalde ideeën en aan bepaalde richtingen van mensen. Ik vind dat ergens tekortkomen. En tenslotte, en dat klinkt dan weer misschien een beetje soft, vind ik een mate van, los van, ik ben heel erg voor de vrijheid van meningsuiting, zo ver als die kan gaan. En tegelijkertijd vind ik het de verplichting ook, de morele plicht om ook te luisteren. En je ook in te leven, enigszins sympathie te organiseren bij jezelf. Even met iemand mee te lopen in een gedachte. En niet alles, de vrijheid van meningsuiting, niet alleen maar in te vullen als dat moet leiden tot een debat. Dat kan ook op een andere manier. Hè. Dat kan soms ook in een gesprek. Dat kan ook via, het staat ook een actrice onder. Ik ben zelf ook acteur. Dat kan ook in kunst gebeuren. Ik bedoel, soms vind ik de vorm van het debat niet altijd recht doen aan de hele grote breedte van de vrijheid van meningsuiting. Dus ik vind een mate van morele plicht om ook naar elkaar te luisteren en ook eens een eentje met iemand op te lopen en waarom iemand tot bepaalde opvattingen komt, ook heel belangrijk. Kan je luisteren, Aziz? Ja, en daarom wil ik wel het volgende tegen meneer Van der Ham zeggen. Kijk, die sociale klasse, daar ben ik het op zich wel ook wel mee eens. Alleen is het natuurlijk wel zo, ik ben het kind van twee boeren. En overigens hadden die zelf, ze waren niet zelf boer, maar waren in dienst dan bij andere boeren. En ik ben daar verwekt, hier opgegroeid. En tegenwoordig publiceer ik in de kolommen van allerlei kranten en geef ik les op de Hogeschool van Amsterdam. Dus die sociale klasse, dat is voor mij in wezen en ook voor veel mensen,
Ik geef les op de Hogeschool van Amsterdam, sociale juridische dienstverlening. Meer dan de helft heeft een biculturele achtergrond. Dus sociaal gaat het heel erg goed. Ik wil graag een voorbeeld geven, dus hoe dat nou zit met dat manifest. En ik heb heel vaak nagedacht, als we dan op vakantie waren, in de Rif, in de heuvels. In ieder dorpje is het plaatselijke buurthuis, hè, dus de moskee, is dan aan de rand van het dorp. Altijd. En wat houdt dat in, hè, voor zo'n gemeenschap? Dat je, als je naar de moskee gaat, moet je altijd een eindje lopen naar de rand van de gemeenschap. En wie werkt daar? Daar werkt een imam. En die imam die komt nooit uit de gemeenschap. Die imam maakt maar voor een deel uit van de gemeenschap. En als er een besnijdenis is, of er is een geboortefeest, of er sterft iemand, dan worden al die feesten worden niet in de moskee gevierd, maar die worden thuis gevierd. En dan wordt die imam uitgenodigd voor een uurtje. En daarna gaat die imam weer weg, hè? Dus die buitenstaander. En dan gaan de familie en dan gaan de vrienden met elkaar feesten. Ja. Het dorp besluit welke imam wordt aangenomen. Het dorp gaat over het culturele en het politieke leven. Vervolgens komen mijn ouders naar Nederland. Maar in Nederland staat de kerk niet aan de rand van de stad. Die staat in het midden en daaromheen wordt gebouwd. En wie zijn de sprekers geweest in de geschiedenis van Nederland, dat waren de predikanten en dergelijke. En wie zijn nu de sprekers? Dat zijn de kinderen van die predikanten. Vervolgens, blijkbaar, we zouden teruggaan. Nou, maar mijn vader kwam echt nooit om terug te gaan. Dat kan ik je echt garanderen, want niemand gaat terug naar een dictatuur. Marokko. Maar de Nederlandse maatschappij, de politiek, die wilde spreken met die gemeenschap. En Nederland leerde dat je dus spreekt met het centrum van de gemeenschap. En wie is het centrum? Dat is de imam. Terwijl, en dat is, dat, van huis uit sprak je helemaal niet met de imam. Ja, en toen is er iets heel raars gebeurd. En ik val nog altijd echt van mijn stoel als het dan dus over de Marokkaanse gemeenschap gaat, dat dan een moslimcomité wordt opgezet. Ja. Of dat er dan een imam naar de televisie wordt gehaald. En die dan dus over mijn gemeenschap gaat. En nu terug naar het manifest. Ja, ja, daar kom ik. Ja? Daar kom ik, ja, ja. Je moet die stappen nemen. Ja? Die imam die spreekt natuurlijk altijd over de groep. Mm-hmm. Want hij predikt voor zijn schapen, voor zijn gemeente. Hij is de hoeder van die kudde. Maar dat is nooit zo geweest. En op een gegeven moment werd je van de een of andere dag in Nederland, en dat willen we links duidelijk maken, werd je van de een of andere dag werd je in een bepaalde groep gezet. Ja. En die groep, wie is daar de spokesman van? Dat is onder andere de imam. En één voorbeeldje om dat goed te illustreren, want dat willen natuurlijk de mensen horen die er zijn, hoe dat werkt in Nederland. Ja. Onlangs in Amsterdam, in Slotervaart, op een willekeurige vrijdag, staat daar de predikant, de imam, en die zegt tegen zijn gemeente dat ze niet mogen demonstreren. Dat het niet mag. En volgens mij komt dan het manifest om de hoek kijken. Want wat als iemand nou wel wil demonstreren? Omdat hij ergens voor is. Of misschien ergens tegen is. Dus het ging om de demonstraties over wat er gebeurt in de Rif. Ja, maar hij zei, het ging over dat demonstreren niet mag. Ja. En dat is een individuele vrijheid in Nederland. En, nou ja, en volgens mij gaat het daarom. Voor wie is dan dit manifest bedoeld? Want als ik jou hoor, dan denk ik, ja, voor wie is het bedoeld? Nou, voor iedereen. Uiteraard. Ja.
voor iedereen. Nou, ik denk wat ik er aansprekend aan vond. Maar wacht even, want jij suggereert nu iets. Nee, ik suggereer niet iets. Ik luister naar je en dan denk ik ja. Maar wat je vertelt, als ik dat hoor, denk ik. Ja, dan heeft dus de linkse politici. Zijn ergens een afgeslagen op een weg waarvan maar nog de vraag is wie die weg dient. Dus dan is het bijna een appel rechtstreeks aan de zittende politici. Absoluut, maar ook gewoon voor iedereen. Ik bedoel, iedereen die links een goed en een warm hart toedraagt. Want is het ook kritiek wij zijn links en wij denken ook. Ja. Is het ook kritiek op de zittende linkse politici? Uiteraard. Toch, Boris van der Ham? Nou, ik ben geen zittend, nog ik links politicus. Meneer van der Ham, toen ging Boris zeggen, sorry. Nee, wat ik er sterker vond, ik ben even begonnen wat je vroeg van wat vond je ervan? Nou, dan begin ik direct met kritiek. En die heb ik ook op die punten. Maar wat ik heel belangrijk vind aan dit manifest en wat ook enige met persistentie herhaald moet worden, omdat het niet zo makkelijk tussen de oren komt, is het tackelen van drie dingen volgens mij. Allereerst. Veel linkse mensen die een sociaal hart hebben, dat kunnen ook liberalen zijn overigens, maar mensen die dat willen en die willen empathisch zijn, die willen mensen geen pijn doen en die willen inlevend zijn. Alleen de vraag is een beetje, waar leef je hierin in? En dat is precies het punt wat jij maakt. Soms wordt gedacht, oh, dat zijn mensen van een bepaalde afkomst, dat zijn moslims, die wil ik respecteren, want ik wil namelijk respectvol zijn naar andere mensen. Maar omdat ik eigenlijk die groep niet goed ken en ook niet weet wat de enorme diversiteit daaronder is, maak ik misschien vanuit de hele goede overwegingen mezelf makkelijk door gewoon de groep te respecteren. Terwijl je in andere situaties zou zeggen, nee, ik wil graag het individu binnen die groep of überhaupt het individu respecteren. En dan krijg je inderdaad een rare situatie dat als er een probleem is met, weet ik veel, Marokkaanse jongeren, een aantal die zich niet gedragen, dat dan de imam erbij wordt gehaald. Alsof die invloed zou hebben op die kinderen. Terwijl, om even een raar voorbeeld te noemen, ik ben voorzitter ook van een levensbeschouwelijke beweging. Als er blanke jongens, witte jongetjes in Amsterdam-Noord zich niet gedragen, gaan ze echt niet de voorzitter van het Humanistisch Verbond opbellen. Maar die zou ik heel leuk vinden, maar dan zou ik zeggen, ja, ik ken die jongens niet. Dus ik wil maar zeggen, het is ook een manier van denken die eigenlijk heel ouderwets is. Op heel veel andere fronten doen we dat helemaal niet meer. Ja. Die verzuilde manier van denken passen we niet toe. Maar dat gaan we wel opeens op een bepaalde groep van toepassing verklaren, omdat we dat niet echt kennen. En één heeft het te maken van, heel mooi als je warm wil zijn, respectvol wil zijn, maar waarvoor ben je nou precies respectvol? Je zou dat toch moeten doen naar het individu. En dan kom ik tot het tweede. Het is ook lui om het niet te doen. Dus het is, als je het niet doet, dan doe je ook heel veel onrecht. Je veroorzaakt daardoor onrecht. Soms gebeurt dat ook vanuit de beste bedoelingen. En je vertelde het zelf al, dat de Berbers uit Marokko kwamen. En die kwamen dan op Nederlandse scholen. En daar werd dan eigen les in eigen taal en cultuur gegeven. Dat werd dan in het Arabisch gedaan, terwijl de meeste van die Berbers dat helemaal niet konden spreken. En dat werd dan ook nog opvattingen meegegeven die vooral uit het Midden-Oosten kwamen en niet uit Marokko. Dus er kwam een hele andere islam binnen bij die kinderen en ook bij de ouders via allerlei kanalen die ze helemaal niet gewend waren. Dus niet de bereidheid om je echt te verdiepen in die mede-Nederlander veroorzaakt meer ellende. Dus dat is het tweede. En ten derde denk ik dat wat je ook ziet bij links, dat er een soort weerzin is naar rechts of naar extreemrechts. En zeggen, ja, maar zij zeggen het niet goed. Wat generaliserend. Jullie scheren iedereen over een kam. En dat vind ik ook zelf persoonlijk ook vaak gebeuren. Maar als die vinger naar hen wijst, moet je wel realiseren dat er ook een aantal vingers naar jezelf wijzen. Dat je dat debat dan zelf beter moet voeren. Je moet ervoor zorgen dat als een kritiek van de ander op de islam of op andere zaken niet deugt in jouw ogen, dat je het zelf beter doet. Als je dat niet doet, dan laat je eigenlijk een vacuüm bestaan waarin andere partijen gaan stappen. En dan moet je dat allereerst jezelf kwalijk nemen. Tot slot, Aziz. Ja, nou, om nog heel even op dat eerste punt in te haken. Dat is, want wat Boris zegt, is de ontmoeting. Maar de echte ontmoeting. En die is natuurlijk heel erg belangrijk. Want anders dan krijg je dus die hele gekke fratsen waar links aan heeft bijgedragen. Hè, waar ik bedoel, nou ja, dit gewoon ook echt mee heb gemaakt. Hè? Dat is echt bizar dat je dus uit de klas wordt gehaald omdat je dan Arabisch moet gaan leren. En terwijl, weet je wel, daardoor heb ik gewoon rekenachterstand opgelopen.
omdat ik van een of andere Partij van de Arbeid minister Arabisch moest leren. En heb je het geleerd? Is het gelukt? Maar, en van Wiegel, hè? En van Wiegel ook. Wiegel was er ook mede verantwoordelijk voor. Het is een wereldtaal. Maar tegelijkertijd, waar we dus ook echt voor moeten waken, en dat zie ik dus nu op de hogeschool. Ik geef momenteel een keuzevak, ieder jaar in blok 4, laatste trimester. En ik geef dan het keuzevak migratie en integratie. En daar leer ik ze eigenlijk hoe je een betoog schrijft. En ik denk dat 90% van de leerlingen die zich aanmelden, hebben ouders die ergens anders geboren zijn op deze wereld. En dus de West-Friezen, dus de autochtone West-Friezen of de mensen uit Noord-Brabant, die komen daar helemaal niet. En een hele enkeling die meldt zich daar aan en die heeft dan meestal een vriendinnetje of een vriendje met een biculturele achtergrond. En dus ik zie, en dan zie ik ook, hè, dus de Marokkaanse Nederlanders, Turks Nederlanders, Ghanese Nederlanders, de Pakistaanse Nederlanders, et cetera. En dat mengt heel goed. En die praten ook met elkaar. En dat ik dan denk van ja, dat is. Dus in Amsterdam ontmoeten die mensen met een biculturele achtergrond ontmoeten elkaar heel erg goed op school. Maar de andere kant is die integratie, die moet echt wel beter. Dus stap uit die groep en ontmoet andere mensen. Dankjewel. Dankjewel, Boris van Haan en Aziz Aynan. Wij gaan. We praten over het manifest, het pamflet, hoe je het ook noemen wilt. Maar wat staat er precies in? Mocht u het nog niet gelezen hebben of wel zelf gelezen hebben, maar soms is zelf lezen en je ogen dicht doen en luisteren iets heel anders. Actrice is ze, maar ze heeft ook meegeschreven aan het pamflet Femke Lakerveld. Goedenavond. Tjonge, wat een volle zaal. Dat is hartstikke fijn trouwens. Dat is fijn voor het onderwerp. Dat is fijn voor het stuk tekst dat ik zo meteen voordraag, wat u er ook van vindt. En dat is natuurlijk uiteraard heel erg fijn voor het debat dat we hier met elkaar over gaan voeren. Deze tekst, het is denk ik inmiddels wel duidelijk, maar ik zeg het nog wel even, is geschreven door Keklik Yücel, Editor Stel, Aziz Aynan en door mij. We hadden het nog geen titel meegegeven, maar voor de gelegenheid noem ik het Vrij Links. Ik denk dat dat geen probleem is bij mijn mede-auteurs. Groepsdenken splijt het land. Nationalistisch rechts laaft zich aan nationaal romantiek en regressief links antwoordt met het al even zo weinig verbindende verhaal van identity politics. De groep verdringt zowel de natie als het individu. Het progressieve links, dat stoelt op universele waarden en verheffing, hapt in de nieuwe eeuw als een zwaar gewonde naar adem. Wij, progressieve Nederlanders van diverse komaf, weigeren het progressieve gedachtegoed dat niet alleen in Nederland, maar in het hele Westen een motor is geweest achter onze vrijheid en moderniteit op te geven. We zijn ongerust over de groeiende polarisatie en segregatie en verlangen naar een Nederland waarin mondige en zelfstandige burgers zichzelf en de samenleving in het geheel kunnen helpen verheffen. Daarom pleiten wij voor een Vrij Links, dat weer trouw is aan haar seculiere, vrijzinnige wortels. Linkse en progressief-liberale stromingen hebben hun bestaansrecht grotendeels te danken aan de strijd tegen het idee dat het individu zijn lot uit handen geeft. Dit lange avontuur dat met de verlichting is begonnen, heeft tijdens de Franse revolutie gestalte gekregen. Tijdens de industriële revolutie leverde dit een georganiseerd proletariaat op. En tussen de jaren 50 en 80 van de vorige eeuw alweer beleefde het haar hoogtijdagen. Dat avontuur is wat ons betreft nog niet ten einde. Op de vruchtbare Nederlandse grond heeft de grote filosoof Spinoza het zaad gestrooid voor het vrije Europa waarin wij nu leven en waar democratie en het seculiere gedachtegoed konden bloeien. Onder de slagschaduw van de etnisch-religieuze tegenstellingen willen wij een appel doen op de moderne progressieve en de oorsprong van onze vrijheid terug in de herinnering roepen. In lijn met het levenswerk
Van de radicale verlichters is het anno 2018 hoog nodig om pal voor de vrijheid van het individu en geweten te staan. Wij pleiten voor een vrij en onbelemmerd debat, een levensbeschouwelijk neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en een herwaardering van individuele vrijheid. Het vrije debat. Een open maatschappij staat of valt met de aanwezigheid van het vrije woord. Nederland is al eeuwen een land waarin een wereldbeeld geschokt of uitgedaagd mocht worden. En dat heeft een unieke vrije samenleving opgeleverd. Wat voor de een een belediging is, kan voor de ander een nieuwe observatie of een analyse zijn. Vrij Links neemt afstand van de suggestie dat niet-westerse Nederlanders in bescherming moeten worden genomen tegen het vrije debat, omdat ze nog niet klaar zouden zijn voor uitingen van de moderniteit. Wij beschouwen deze zienswijze, die door de Britten de racism of lower expectations wordt genoemd, als een miskenning van de individualiteit van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Een open samenleving kenmerkt zich door een vreedzame strijd van ideeën, waarbij het beste idee steeds aan invloed wint. Het buiten het debat houden van bijvoorbeeld religieuze gebruiken of ideeën helpt alleen het theocratische patriarchaat. Het remt individuele emancipatie. Politieke correctheid leidt tot karakterloze en onbeduidende kunst. Een academisch klimaat zonder schurende meningen leidt tot intellectueel weerloze laureaten en culturele verarming. Geen enkel idee, religieus of profaan, is in de vrije wereld boven kritiek verheven. Ideeën hebben geen rechten. Burgers hebben rechten. Ideeën worden in een open samenleving steeds weer door vrije burgers getoetst op waarheid en moraliteit. Een neutrale staat en seculier onderwijs. De concessies die in voorgaande eeuwen aan de religieuzen zijn gedaan, kon de Nederlandse maatschappij nog absorberen. Door grote demografische veranderingen, vooral in de grote steden, gaat dit inmiddels moeizaam. Een conservatief religieus wereldbeeld concurreert met progressieve waarden. Vooral daar waar het gewetensvrijheid en de autonomie van het individu betreft. Vrij Links is tegen de aparte vermelding van vrijheid van godsdienst in de grondwet, omdat dit leidt tot een voorkeursbehandeling van diegenen die zich tot een van de grote godsdiensten rekenen. Alle vrijheden waarop gelovigen aanspraak kunnen maken, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, vrijheid van vergadering en betoging, zijn al veilig verankerd in de wet en in de universele verklaring van de rechten van de mens. Wanneer secularisatie onder druk staat, staan ook de persoonlijke vrijheden onder druk en kunnen zaken als homofobie, geslachtsongelijkheid, geloofsdruk een vlucht nemen. Dit leidt onherroepelijk tot een afname van gelijke kansen en tot een verlies aan talent. Wij pleiten dan ook voor een stevig seculier systeem, ook in het onderwijs. Secularisme wordt vaak bewust of onbewust gelijkgesteld aan atheïsme, terwijl het niets anders betekent dan een neutraal maatschappelijk speelveld voor alle ideeën en opvattingen. Vrij Links maakt zich sterk voor de afschaffing van het bijzonder geloofsonderwijs tijdens reguliere lesuren. Twijfel en onderzoek zijn de stuwende krachten achter individuele ontplooiing. Leerlingen moeten zelfkritisch kunnen leren nadenken en eigen inzichten kunnen ontwikkelen over alle religies en levensbeschouwingen. Individuele vrijheid. Vrij Links staat voor gelijkwaardigheid van de mens, ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid, levensovertuiging. Het is de basis voor het compromisloze antidiscriminatieprincipe. Dit principe is het kroonjuweel van de vrijzinnige beweging, passend in een traditie waarin gevochten is voor de opwaardering van het individu tegenover het collectief en voor individuele emancipatie. Een deel van het huidige links vaart mee op de populariteit van het denken in identiteiten. In deze uit Amerika overgewaaide trend worden mensen ingedeeld in verschillende groepen, gedefinieerd door religie, achtergrond, geslacht, geaardheid of ras. En vrij links gaat ervan uit dat in een wereld met 7 miljard mensen 7 miljard verschillende identiteiten bestaan en verwerpt het groepsdenken van links en rechts. Elk mens is vrij zijn levenspad te kiezen. Vrije partnerkeuze, zeggenschap over het eigen lichaam
en de eigen seksualiteit zijn de meest intieme, persoonlijke en misschien wel belangrijkste mensenrechten. De vrijheid in de vorm waarin wij haar kennen is door generaties voor ons bedacht en bevochten. De vrijheid van woord en geweten zijn niet westers of relatief. Die zijn intrinsiek waardevol. Deze zachte, humane waarden die zijn kwetsbaar. Maar vormen tegelijkertijd het grootste succesverhaal van de menselijke geschiedenis. Grote autonome denkers hebben de kiem gelegd voor onze moderniteit en democratie. En wij kunnen als vrije progressieven niet anders dan voortgaan op de weg die door Spinoza en diens geestverwanten verlicht is. Dank u wel voor de aandacht. Dank je wel. Ja, dan nu twee mensen die ook hebben meegeschreven aan dit manifest. Om te beginnen. Keklik Yücel. Kom erbij alsjeblieft. Ze was lange tijd Kamerlid voor de... Ga zitten. Hoi. Voor de PvdA, momenteel waarnemend afdelingsvoorzitter voor de PvdA Deventer. Zeg ik dat goed? Ja, heel tijdelijk hoor. Heel tijdelijk. Heel goed. Iemand die ziek is. Ja. Je collega die ook heeft meegeschreven. U kent vast wel filmmaker, opiniemaker en al een heel leven lid van de PvdA. Maar volgens eigen zeggen gaat hij soms ook wel vreemd. Eddy Terstal. Politiek, hè? Voordat er nu van alles... Goed. De Bali heeft twee andere mensen gevraagd om met een kritische blik te kijken naar het manifest. Dus zij zijn hier vanavond ook aanwezig in de rol van kritische noot. Monier Samuel, politicoloog. Er is hier wel, maar dan hebben jullie geen audio. Goed. Monier, dan kun je, terwijl er nog geen audio is, nog één keer zwaaien met je boek. God is groot. Goed. En ook gevraagd, en dan zit hij denk ik aan deze kant, hier zit hij. Socioloog en publiciste, onlangs verscheen zijn proefschrift over de opkomst van nieuw rechts. Marijn Oudenamsen. Ik word te oud. Welkom, Marijn. Heb ik het, volgens mij. Okay. Ik ga even de microfoons worden geregeld. Doet deze het nog wel? Ja, ja, deze werkt ook. Dan begin ik, begin ik met Kekelik. Mocht hij het niet doen, dan heb ik hier in ieder geval een microfoon. Vind je het goed? Ja, ik ken jullie op Marijna allemaal. Dus vind je het goed als we elkaar weer de voornamen noemen? Prima. Ja, toch? Ja. Dat geeft iets van een gezellige sfeer nog vanavond. Kekelik, wat was voor jou de reden, of wat was voor jou dat je dacht, hey, ik wil hier heel graag aan meeschrijven? Ja, alles wat eigenlijk in het manifest staat, is voor mij de reden überhaupt om politiek actief te zijn. Laat ik daarmee beginnen. Dat gaat om de moderniteit en de verworvenheden, de vrijheid, de gelijkwaardigheid als fundament waardoor we met z'n allen in alle diversiteit naast elkaar mooi kunnen samenleven. Dat is toch het ultieme wat we met elkaar kunnen bereiken. En dat is de ware goud, denk ik, ook in de Nederlandse samenleving bijvoorbeeld. En waar elders in de wereld nog dagelijks voor gevochten wordt, waar bloed voor vergoot wordt. En de reden waarom ik nu meegeschreven heb aan dit manifest is... Ja, vorig jaar hebben we gezien dat linkse partijen heel erg onderuit zijn gegaan. Maar eigenlijk zien we al heel lang, misschien wel sinds...
kunnen helemaal terug naar Pim Fortuyn eigenlijk. En zelfs naar Scheffer, die een essay schreef over het verraad van links. Of wat links heeft laten liggen. In die tijd werd ik ook lid van de Partij van de Arbeid. In de tijd van Pim Fortuyn. Omdat ik mij als sociaaldemocraat in ieder geval staande voor de waarden van vrijheid, solidariteit, verheffing, emancipatie. Wel ook tegelijkertijd in het debat zag dat het heel snel over identiteitsdiscussies ging. Terwijl ik denk dat waar links voor zou moeten staan en waar de liberale politiek, waar een vrije samenleving naar zou moeten streven, dat is juist dat je altijd aan de kant van de individuele vrijheid, de gewetensvrijheid, de fundamentele vrijheid van ieder mens staat. En dat het dus niet gaat over identiteiten. Maar als je voor die individuele vrijheid en gewetensvrijheid staat van iedereen, dan als vanzelf zitten daar allerlei identiteiten, religies en geloven bij elkaar. En dan kan je, denk ik, een stevig fundament voor een betere politiek, een betere toekomst met elkaar het debat daarover voeren. En dus ja, misschien een laatste zin. En dan, als ik dit allemaal zeg, dan hoort links niet te staan solidair te zijn met de theocraten, maar solidair te zijn met individuen die vanwege het patriarchaat of vanwege de groepsdruk, religiedruk, sociale druk, juist in de verdrukking komen. Dan moet links en liberaal of midden juist staan bij de individuen, daar solidair mee zijn. En dat zie ik veel te weinig. Helder. Als ik Kikkelik zo hoor, hè, dan denk ik, want jij bent ook links. Is dit, klinkt ook bijna als een motie van wantrouwen richting jezelf. Ja, er wordt me ook mijn Partij van de Arbeid lidmaatschap wordt me ook veel kwalijk genomen door sommige mensen op Twitter, lees ik dan wel eens. Omdat sommige dingen inderdaad hebben te weinig onderhoud hebben gekregen binnen de linksbeweging in het algemeen. Daar waar rechts altijd denkt dat alles sociaal-cultureel is, dacht links dat alles alleen maar sociaal-economisch is. Nou, dat is beide niet waar. Waarom hebben we ons bij dit manifest juist op het culturele, hè, de geesteszaken gericht? Omdat dat bij links ondergesneeuwd is. Dat is een terrein dat aan de rechterkant terechtgekomen is. En ik denk dat een economische verheffing, dat gaat niet zonder verheffing van de geest. Zonder dat je licht in moeilijke wijken laat schijnen. Dat je mensen in aanraking brengt met allerlei gedachtegoed. Allerlei geloven, allerlei. Dat ze niet wat ze van huis meekrijgen, dat er maar één manier is om naar de wereld te kijken. Er zijn zoveel manieren om naar de wereld te kijken. De uitspraak, ik heb al een boek, vind ik geen linkse gedachte. Dus ik denk dat je alleen maar tot verheffing kan komen. Los van sociaal beleid, maar dat is evident dat gewoon links daarvoor is. Ik denk dat wij zelfs aan de linkerkant nog links van de Partij van de Arbeid staat op het gebied van sociaal-economische thema's. Maar dit is echt een ondergeschoven kindje. En inderdaad, wat Kekli zegt, er werd eerder voor de theocraten gekozen dan voor de eigen linkse geestverwant. En dat is echt een bizarre ontwikkeling geweest. En het werd zo normaal gevonden op een gegeven moment dat men het eigenlijk niet meer opmerkte. Goed. Meneer Samenwel, jij hebt gelezen en je luistert en intussen ben je vingers aan het kraken. Ik hoop niet dat dat een strekoefening is altijd goed. Heel goed, strekoefeningen. Waar moet ik beginnen, dames en heren, iedereen die ertussenin zit? Ik zit natuurlijk in een heel lastige positie. Ik zit hier als enige gelovige. Dat betekent dat ik 50% van de Nederlanders vertegenwoordig hier. Dat is een onmogelijke opgave, vooral als we het hebben over individualiteit. Hoe weet je dat je de enige gelovige bent? Dat, althans in ieder geval de enige die daar dan graag zich wel op voorstaat en niet op een of andere seculiere waar, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb net wat rondgevraagd, maar goed. Okay. Ik heb het niet over het publiek, ik heb het over de panelleden. Dan vertegenwoordig ik ook, kan je weer zeggen, hoe weet je dit, de LHBT-gemeenschap waar jullie je zo voor zeggen in te zetten. Ik moet blijkbaar ook spreken namens moslims, terwijl ik zelf christen ben. Is ook een lastige, want er ontbreekt hier de islamitische stem, voor zover die in enkelvoud bestaat. Ik heb het pamflet gelezen, ik hoor ook wat er allemaal wordt gezegd, er loopt nu heel veel door elkaar. Ben ik het eens met de gedachtegang over de bigotry of low expectations of non-expectations? Absoluut. Ik maak daar dagelijks mee. Maar wat ik in dit zeer eenkennige, zeer arrogante, zeer maatschappelijk vervreemde, slecht geschreven, met grote hyperbolen manifest lees, is juist precies dat.
Er wordt erg categorisch gesproken. Er wordt erg vinger gewezen. Er wordt duidelijk bepaalde problematiek gekoppeld aan de religieuze. En we kunnen daar wel een paar letters invullen welke specifieke religieuze dan. Ze hebben het hier niet over doopsgezinden, laten we het zo zeggen, denk ik zo. En om maar één ding te noemen, er wordt gesuggereerd dat wij niet langer de niet-westerse, wat, christen, moslim, moeten beschermen voor het vrije debat. Als mijn boek, als mijn wekelijkse reeks, het Groen Amsterdammer van de hervormingsfundamentalisten, iets bewijst, is dat er een enorm kritisch debat gaande is binnen islamitisch Nederland in al zijn pluriformiteit. Op een manier zoals ik het bij wit Nederland niet zie, gevoerd zien worden. Want ze leiden daar aan de wet van de remmende voorsprong en totale cognitieve dissonantie. Dit hele boek staat vol met voorbeelden van mensen die spreken over homoseksualiteit, over transfobie, over seks voor het huwelijk. Al die zaken waar u zich zo druk over maakt. Ben ik kritisch op bepaalde religieuze praktijken? Absoluut, ik heb het nooit nagelaten, ook niet in dit boek, om christelijk Nederland te hekelen en islamitisch Nederland, daar waar ik vind dat de universele mensenrechten in het geding zijn, die overigens de link met Spinoza ontgaat me, behalve dat je natuurlijk Erasmus niet kan kiezen, want hij is religieus. En al met al vind ik het gewoon tenenkrommend, pijnlijk en paternalistisch. En dit is maar één van de vijf punten die ik heb, hoor. Dus als u nog even de tijd heeft. Maar ik vind het vreselijk hoe wordt gesuggereerd dat bepaalde gesprekken niet worden gevoerd. En het verlies van links komt juist door dit. Jullie weten letterlijk niet wat er in de gemeenschappen speelt. Jullie weten letterlijk niet welke kritische stemmen er zijn en overal opstaan. Jullie weten letterlijk niet... Pardon? Jullie weten letterlijk niet wat er in islamitische gemeenschappen voor discussies worden gevoerd. En waarom niet? Omdat ik merk in mijn eigen werk, waarin ik als christen met moslims in gesprek ga, er zijn twee dingen. A, nee, niemand wil... Dus even bij één punt, want anders kunnen we niet een beetje in gesprek. Niemand wil dat ze religie worden gereduceerd. Ze slaan de plank mis. De schrijvers slaan de plank mis. Dat is je punt. Meer dan dat. Meer dan dat. Op zijn minst meer dan dat. We gaan zo reageren, want ik wil eerst even Marijn nog. Marijn, wat was voor jou, wat sprak je het meest voor, tegen? Ook jij hebt een heleboel punten. Ja, nou, maar even één. Wat mij het meest tegenspreekt is dat het gewoon een enorme herhaling van zetten is. Het is gewoon een belegen, saai, voorspelbaar manifest wat we eigenlijk al 20 jaar geleden hadden kunnen hebben. Het is alsof er de afgelopen 20 jaar niets gebeurd is. En als je verder dan dat, want en zij als je dus verder gaat kijken, het grote probleem in dit manifest, want op zich tegen vrijzinnigheid, daar zal niemand enige problemen mee hebben. Maar wat eigenlijk onbenoemd blijft, is dat we natuurlijk in Nederland een belangrijke traditie van secularisme en atheïsme hebben, die nou verweven is met nationalistisch rechts. En dan heb ik het over Paul Cliteur. Paul Cliteur is een secularist en een atheïst. Ik denk, het zit bij de Forum voor Democratie. Ik kan hem zeg maar zonder problemen rechts noemen, denk ik. Wat Paul Cliteur stelt, is dat er eigenlijk een soort van Franse laïcité zou moeten zijn in Nederland. En dat er een beschavingsoorlog... Is dit pamflet rechts? Ik zeg niet... Nee. Ik zeg niet dat het pamflet rechts is. Is het pamflet rechts? Ik stel dat er een, zeg maar, dat het onbenoemd laat. Zeg maar, waarom zou dit secularisme links zijn? Zeg maar, er is niets in dit pamflet wat Paul Cliteur niet geschreven zou kunnen hebben. Maar dus het is, heeft in godsnaam Paul Cliteur hiermee te maken? Dus dat een comedy show. Wat Paul Cliteur hiermee te maken heeft, is dat er een belangrijke traditie is van secularisme in Nederland die verweven is met nationalistisch rechts. En jullie zeggen je... Nou en? Ja, je zult wel tegen polio zijn, denk ik. Ja, maar dat is een belangrijk anti-islam denken wat we terugzien bij Ayaan Hirsi Ali, bij Geert Wilders. En dat benoemen jullie niet. Dus er komt daar eigenlijk... gaat het ook niet over. Het gaat over links. Ja, nee, dat snap ik heel goed. Maar links is niet aan de macht in Nederland. Maar wat heeft dat er nou mee of links aan de macht is? We hebben het over een linkse partij. Ja, jullie verkondigen een geluid dat door rechts verkondigd wordt. Nou, en? Nou ja, dan is het voor mij belangrijk om te weten... Dat is goed dat ze dat doen dan blijkbaar. Want dan ben ik het daar mee eens. Op een heleboel andere punten ben ik het niet met Maar dat eens. Is ook het probleem. Links is zo naar rechts opgeschoven in het vraagstuk van migratie en religie, dat je net zo goed rechts kan stemmen. En dat hebben de mensen ook door. En daarom stemmen ze ook rechts. Secularisme is links. Het is zelfs zo
radicaal secularistisch geweest dat het tot totale massamoord leidde. Dus, van Pol Pot zeggen, en Mao en wat ze dat we hebben het over democratisch. Ik wil zeggen dat wat rechtse mensen zeggen op dit terrein, dat dat eigenlijk links is. He, dat de anti-islamagenda van rechtspartijen... De anti-islamagenda is bijvoorbeeld in Tunesië, die, Marokko, die, Turkije, links. Ja, maar we hebben het over Nederland nu. Marijn, en we hebben het even... Waarom zou dat anders zijn? Als je het hebt over rechts, hier zitten mensen die zichzelf links noemen. Dus ik denk niet dat ze... Nee, maar ik zeg niet dat ze rechts zijn. Ik vraag hun alleen maar van... Waarom zou dit secularisme, waarom zou dit manifest links zijn in tegenstelling tot... Wat iemand als Paul Cliteur zegt. Dat is gewoon een vraag. Die in godsnaam, ik ga niet voor Paul Cliteur. Ik bedoel, schrijf hem een brief, ga met hem koffie drinken. Nee, maar dat is het. Je bent hier. Ik stel een concrete vraag. We hebben hier vanavond gehoord dat we in debat gaan. Dat we op redelijke wijze met elkaar gaan debatteren. Maar dan moet je dit anders gaan praten. Een dominante traditie is in Nederland van islamkritiek, van religiekritiek. Vraag ik, hoe verhouden jullie het tot Paul Cliteur? Dat is een logische vraag. Man, hoe verhoud jij je tot Hamas, weet ik veel. Ja, wat Marijn... bedoel, dat heeft er toch niks mee te maken? Laten we zeggen, democratisch links staat veel dichter bij democratisch rechts... dan democratisch rechts staat bij radicaal of xenofoob rechts. Als het links bij radicaal, democratisch links bij radicaal links zich verhoudt. Ik bedoel, dat heeft er nou mee te maken wat... Paul Cliteur, of zelfs misschien is Geert Wilders het wel op sommige punten met me eens. Wat maakt dat nou uit? Je moet je eigen gedachtegoed voeren. Laten we toch niet ontkennen dat er gewoon een vrij sterk aanwezig anti-islam klimaat is in Nederland. Wat uitgedragen wordt door allerlei... Zie je dat vastgesteld in het pamflet? En dat zie je hier terugkomen in het pamflet. Marijn, terug naar het pamflet. Als jij dit... Jij twitterde... tweet van jouzelf, en Marijn. Jij twitterde dat de olifant in de kamer in dit pamflet is de islam. Het spreekt over demografische ontwikkelingen in de grote steden. Die protestanten en de katholieken, dat konden we nog hebben. Maar de islam, dat is echt problematisch. We moeten de immigranten bekritiseren. Okay. Mag ik naar aanleiding van drie punten even duidelijk maken waarom... ik en wij dit links progressief liberaal vinden... en waarom ik het juist zou toejuichen... als ook de Paul Cliteurs, maar een groot deel van Nederland... als we het in ieder geval over deze fundamentele verworvenheden... en waarden het eens worden. Ik denk dat heel Nederlander erna hunkert... om in ieder geval gedeelde waarden te hebben... om van daaruit politiek te doen. Want dat wij, zij en jullie, hullie, dat brengt ons allen niet verder. Maar ik zal even drie punten pakken om te illustreren waarom ik vind dat dit universele waarden zijn... waar in ieder geval links, maar ik denk ook rechts inderdaad... zou moeten beschermen en verder brengen. 1 is het vrije woord. Ik pak even praktijkvoorbeelden die ik zelf... in mijn politieke bestaan en daarbuiten aan de hand heb gehad. Toen Ebru Umar in Turkije werd opgepakt... los even van haar gedachtegoed. Mm-hmm. Want daar gaat het bij het principe van het vrije woord helemaal niet over. Daar gaat het er juist over dat je voor het vrije woord van iedereen opkomt... en ook wij met mensen die wij het niet mee eens bent. Dat juist die idee je strijd in alle vrijheid ruimte kan krijgen. Want dat is dé voeding voor een democratie, voor de vrijheid ook. Dat weten we met z'n allen. Op het moment dat ik voor het vrije woord van Ebru Umar opkom... in de media en wat denk ik voor de meeste Nederlanders op dat moment zichtbaar was, was vooral steun, goed zo. Maar wat er dan intern binnen links gebeurt, binnen de partijen, maar ook binnen de achterban, binnen allerlei imam- en theocratische figuren die posities hebben binnen die linkse en progressieve partijen. Daar kan ik een boek over schrijven. Misschien moet ik dat ooit een keer gaan doen. Waarom ik in godsnaam als Partij van de Arbeider opkom voor het vrije woord. Dat goed voor is. Dat gevoelig ligt binnen sommige groepen. Maar daarmee ben je niet met groepsbeleid bezig. Ik wil even mijn punten even afmaken. En daarna mag jij heel uitgebreid reageren. Want dat vind ik ook goed. Ik wil ook het tegengeluid horen.
Dat het gevoelig ligt binnen bepaalde groepen. En dat Ebroed toch ook allemaal dingen zegt waar we het niet over eens zijn. Maar dat is het principe van het vrije woord. En dat die mensen misschien het nog niet helemaal snappen. Binnen mijn eigen partij. Echt ook top-PVDA'ers. Nou, die zitten echt wel in de top. Die vinden het een nucleair onderwerp. En die vinden dat dan mensen ook er nog niet aan toe zijn. Over betuttelracisme gesproken. Waarom doen ze dat dan? Wie zijn ze dan aan het beschermen? Terwijl het vrije woord, dat is het fundament. Voorbeeld. Ik ben helemaal voor vrijheid van meningsuiting. Ja, ja. Maar als we het hebben over waarom links hiervoor op moet komen, is dat jij en ik, ook binnen een linkse partij, ik ook toen als volksvertegenwoordiger, maar ook een cabaretier of een cartoonist of een schrijver of een theatermaakster of een student op school, wie dan ook, kritisch mag zijn of bejubelend mag zijn over een leider 3000 kilometer verderop in een land. Of hier in Nederland. Of over een lange arm of islamistische politiek of het salafisme in Nederland. Daar moeten we vrij over kunnen spreken. Om te voorkomen bijvoorbeeld dat er ook geen overheidsgeld gaat naar moskeeën die vrouwbesnijdenis bijvoorbeeld goed praten. Dan doe ik even een bruggetje naar een volgend thema over de vrouwenemancipatie. Ik weet niet of Shirin Moussa hier in de zaal zit, maar zij is geregeld hier ook wel volgens mij gast geweest. Haar strijd tegen huwelijkse gevangenschap, voor de seksuele vrijheid van vrouwen met een andere achtergrond, tegen eerkwesties, tegen achterlating van meisjes. Dat is bij uitstek een strijd voor partijen die zeggen voor emancipatie en vrouwenrechten te staan. En al die vrouwen, die heb ik in mijn parlementair bestaan ook regelmatig naar de Tweede Kamer laten komen. En de eerste reactie, ook binnen mijn eigen partij, was: moet dat nou? Dit gaat over moslims, dit gaat over migranten. Het is allemaal heel gevoelig. Kijk naar die postercampagne in Rotterdam, hoe daar ook vanuit mijn partij op gereageerd is. Het laatste punt, het is niet alleen mijn partij, maar ook D66 die naar een moskee langs gaat om te polsen. Kan dit wel? Hoe gevoelig is dit? Nee, wij moeten niet naar die imams toe of naar die zogenaamde sleutelfiguren of die spreekbuizen. We moeten kijken naar de individuele vrijheden en de gewetensvrijheid en de zelfbeschikking van ieder individu. Helder. En staan voor die emancipatie. Helder. En niks anders. Meneer. In mijn werk zet ik mij elke dag in voor deze thematieken. Harder en uitgesprokener soms dan zelfs Shirin Moussa, die ik ook ken. Maar wat u nu doet is allereerst, u heeft in uw pamflet over individualiteit, maar bent alleen maar over groepen aan het praten. U geeft geen stem aan al die vrouwen, want u noemt Shirin Moussa. Ik kan u honderden namen geven van vrouwen met of zonder sluier. Van mannen die in hun gemeenschap staan, in hun religieuze roet geworteld zijn. En die heel actief hiermee bezig zijn. Ik zie niet in hoe u nu faciliteert of van ruimte voorziet met dit appel. Dat is één. Ten tweede, u bent echt veel te partijdig bevoogdend en oneerlijk wanneer u suggereert dat nu wij dat gesprek moeten gaan laten rollen wanneer het al lang plaatsvindt. En dat u het niet gehoord heeft, dat uw partij daar niet voor open staat, komt omdat u niet meer geworteld bent in die groepen. En PvdA of vroeger SDAP en de linkse partijen zijn altijd antireligieus geweest. U vocht vroeger tegen de KVP om de stem van de arbeider. Toen kwam de islamitische Nederland, dacht u oké, nou hier zit het nieuwe electoraat in. Maar u ging voor hun stemrecht en niet voor hun stem. En dat heeft de islamitische Nederlander doorgehad. En die denkt, ja, wacht even, dit is geen echte inclusie, dit is geen echte vertegenwoordiging. Ik ga mijn eigen partijen beginnen, ik ga mijn eigen partijen stemmen. En dan zit u nu te pruilen en te denken, we verliezen stemmen. Nou, dan gaan we de religie nog verder overboord gooien. De uitdaging is, hoe vertegenwoordig je ook deze 50% aan gelovige Nederlanders? En onder jongeren is het percentage gelovigen, zowel christelijk als islamitisch, zelfs hoger. We hebben nu voor het eerst meer christelijke jongeren bijvoorbeeld dan ouderen. En dan heb ik het nog niet over de groei van het aantal moslims in Nederland. Ja. En de PvdA of Links Nederland wint niks door zo over religie te praten en allerlei problematiek, met name op het gebied van LHBT, heb je een mooie term voor, posthomonationalisme, kan je lekker aan links plakken, als je er meer over weet, lees mijn stukken, te koppelen aan bepaalde religieuze groepen. Daarmee maakt u allereerst die groepen infantiel. Ten tweede doet u geen erkenning aan het individu en dat alles. En ten derde bent u niet eerlijk over de maatschappelijk breed gedragen problematiek die ver voorbij religie gaat. En als ik dan bijvoorbeeld zo'n zin lees als dit:
En het deel van het huidige links vaart mee op het populisme en het denken in identiteiten. In deze uit Amerika overgewaaide trend worden mensen ingedeeld in verschillende groepen. Gedefinieerd door religie, achtergrond, geslacht, geaardheid of ras. Nou, als één land identiteitsdenken geëxporteerd heeft, ook naar Amerika, was het Nederland. Hashtag slavernijverleden, hashtag apartheid, hashtag verzuiling. Wij leven in een land van verzuiling, nog steeds. Wij leven in een land van groepsdenken. Okay. Dit identiteitsdenken is geen nieuwe trend. Meneer, dit identiteitsdenken is een gegeven meneer, kijk, in Nederland. Meneer, ik wil even reageren op het eerste stuk. Wij definiëren constant op religie en kleur en afkomst en geslacht. Dankjewel. Ik wil reactie even, op het eerste deel. Even kort reageren op de al dan niet weten wat er in gemeenschappen speelt. Laat ik even refereren aan, want ik heb bijna alle campagnes, landelijke campagnes, maar vaak ook voor de lokale verkiezingen heb ik actief gevoerd. En dan ga ik heel veel zaaltjes langs, echt bezoek ik allerlei groepen. En ik kom ook zeker bij mensen met een migratieachtergrond. Juist omdat ze me ook vaak uitnodigen. Omdat ik ook vind dat ze actief met de democratie hier in Nederland bezig moeten zijn. En wat ik daar vorig jaar als rode draad steeds terugkreeg, was, jullie links of Partij van de Arbeid hebben de AOW-leeftijd verhoogd. Dat nemen jullie kwalijk. De zorgbezuinigingen, de sociale leenstelsel. Maar stevast, jullie zijn solidair met de theocraten en met de conservatieve krachten en met de nationalisten. En partijen die types als Tunan Kuzu en Selçuk Öztürk op de lijsten zet. Hoe kan links dat nou doen? Dat kreeg ik in al die zaaltjes terug. En dan... Hoe kun je fascisten en nationalisten op je lijst? Ik vergelijk het dan wel eens, want ik heb het ook eerder in een interview gezegd. Kijk, ik vind het goed dat al die partijen in Nederland er uiteraard zijn. Hè? Maar als je Geert Wilders met zijn huidige gedachtegoed op de lijst van de Partij van de Arbeid zet en je zegt verkiesbaar, dan snappen mensen dat toch niet? Dus dat is ook de blik wat heel veel mensen met een migratieachtergrond, als ze kijken naar linkse partijen en nu ook D66, moet ik zeggen, helaas, want dat gaat me echt aan het hart. Maar, dan zie ik daar namen langskomen. Maar fascisten komen en nationalisten, daar snap ik ook niet waarom die op de lijst van de PvdA stonden. Maar dat zegt niks over het eerbiedig respecteren van mensen en hun religie. In plaats van te zeggen, iedereen moet vrije keuzeruimte krijgen, daarom maken we onderwijs en religie vrij. Nee, want dan heb je veel keuze. Nee, de keuze zit hem, dat staat nee, maar, wel in uw pamflet. U wilt het onderwijs en religie vrij hebben. En u wilt seculier onderwijs in reguliere les, ja, dat mensen... Ja, maar daarmee geef je geen keuze. Daarmee leg je één stroming op, namelijk secularisme. Je moet alle levensbeschouwingen en religies een platform geven. Nee, we zeggen niet wat jij stelt daar. Nee, dat zeggen we zeker niet. Secularisme is de enige garantie voor gewetensvrijheid, dus ook voor geloofsvrijheid, voor alle geloven, om ervoor te zorgen dat het ene geloof het andere niet overheerst, niet in een land, niet in een straat en niet in een familie. Het is heel belangrijk in de verheffing dat mensen, zeg maar, met allerlei gedachten goed worden geconfronteerd. Ik ben absoluut mee eens dat op scholen, zeg maar, over religie neutraal wordt lesgegeven. Dat men zegt, moslims vinden dit, christenen vinden dat, humanisten vinden dat. Het is heel belangrijk. Het maakt deel uit van het palet van ideeën. En ontken ook niet dat humanisme en de sociaaldemocratie, dat het ook christelijke wortels heeft natuurlijk. Hè. Dus hebben een aantal christenen waren ook, zeg maar, de grondvesten gelegd daarvoor. We hebben ook de doorbraak gehad, dat soort dingen. En dat er moslims zijn in de partij die ook, zeg maar, het sociaal-economische agenda van de Partij van Arbeid heel goed uitdragen over veiligheid, over wonen. Maar ik zal je een voorbeeld geven, bijvoorbeeld bij hoe, zeg maar, bij mij binnen de Partij van Arbeid, waar ik al lang lid van ben. Ik wacht op mijn speldje trouwens, 25 jaar jongens, als iemand hoort luisteren. Op een gegeven moment gingen wij, ik had met Marcel Duivenstein, had ik een website, dat heette Liefdevol Lid. Dat was een beetje toen, zeg maar, de zaken een beetje op springen stonden. Er was het 9-11 geweest en Fortuin hadden we gehad. En dat was een appel om de Partij van de Arbeid weer te reseculariseren. Gewoon om te kijken dat je dus, zeg maar, progressieve geluiden, zeg maar, veel meer, dat je bijvoorbeeld eerder naar, zeg maar, je seculier links progressieve geestverwanten binnen zo'n gemeenschap luisteren dan naar de conservatieve rechtse theocraten die nu een beetje hun eigen partij hebben. Dat is prima ook in het emancipatiegebeuren. Maar op een gegeven moment krijgen we dus steeds meer reacties van mensen, voornamelijk van Turkse, Marokkaanse komaf binnen de partij. Nou ja, Assis kent ze allemaal. En
Kijk, jij kent ook van de Turkse kant, ken jij weer. En die kwam op een gegeven moment naar ons en die zei van ja, eigenlijk de eerste Tata's die een beetje begrijpen waarmee we mee worstelen, welk probleem wij hebben. En er is inderdaad een directe lijn van Maarten het Hart tot Aziz Aynan. En dat we moeten erkennen, dat groepsdruk door de religies heen, waar eerst het christendom zeg maar dominanter was. Dit zijn een beetje gewassen door de verlichting, zeg maar. Maar dus hebben we minder last van. Maar goed, je mag het minder prima. Last van. Ja, minder last van. Maar minder als maatschappij, als maatschappij. Laat me even. Ja, maar we hebben er. Nou ja, we hebben er als individu minder last van, in de zin dat het zeg maar niet opgedrongen wordt. En dat mensen. Weet je, mensen zijn voor mij welkom om hun geloof te belijden, uiteraard. En als ze daar troost of inspiratie uit halen, als ze daar een beter mens van worden, prima, geweldig, weet je. Maar even om het verhaal af te maken. Er kwam op een gegeven moment steeds meer, met name Berberse Partij van Arbeid leden, van raadsleden tot en met gewone leden en kamerleden op ons af. En die zeiden tegen mij en Marcel: jullie begrijpen als weinige linkse mensen waar ons probleem ligt. Meestal moeten we daar, krijgen we, hè, laten we zeggen, als wij ex-moslims zijn, dan krijgen we bijval bij rechts. Maar ze, we willen graag dat jullie naar een bijeenkomst komen in Doorn, in het bos, met allemaal geheime codes en security dingen om daar binnen te komen. En we willen dat jullie ons congres, dat duurde 2 dagen, openen met een speech. Omdat jullie, wat ons betreft, de enige linkse mensen zijn van wie we het geluid horen om zeg maar de vrijzinnigheid in die gemeenschap te promoten. Dat hebben we gedaan. Wij kwamen daar aan en waren zeg maar wel 3/4 jongens waren het. Maar ik zag zeer zichtbare Marokkanen. Ik zag Marokkanen die we kenden als journalist, als kamerlid, als comedian. Mensen die dat nooit op die manier geout hadden. Ik dacht net dat we bij een gemeenschap van Alcoholics Anonymous waren. Dat heeft voor mij zo'n indruk gemaakt dat in deze tijd in Nederland, dat mijn medeburgers zo voorzichtig met datgene wat hun het diepste beroert, namelijk gewoon hun individuele vrijheid om een andere ontstaansgeschiedenis van de mensheid te omarmen dan hun ouders deden. En ja, maar volgens mij is dat niet de controverse die hier speelt. Misschien binnen jullie partij, maar dat niet was bij niet ons bij heel ons. Erg een probleem. Ja, nee. Het is nu minder, moet ik je zeggen. Maar ik denk dat het met de uittocht van de Denkisten, dat het voor de Partij van de Arbeid makkelijker zal worden, omdat nu zeg maar de linkse Turken en Marokkanen zijn overgebleven, die dan zeg maar makkelijker hun geluid van de vrijzinnigheid. Waar het mij meer om gaat, is dus dat er. Marijn, en dan ga ik naar het publiek. Goed? Dat er een stroming van islamkritiek is in Nederland, die zich verbonden heeft met het secularisme, wat jullie ook voorstaan. Ja. Wat feitelijk een vorm van intolerantie is. Nee. In welke zin is dat intolerantie? Geef eens een concreet voorbeeld. In welke situatie dat niet tolerant zou zijn? Als je goed kijkt naar bijvoorbeeld, er is een opiniestuk van Geert Wilders en Ayaan Hirsi-Ali. En dat heet Liberale Jihad. Ja. En daarin hebben ze gesteld van dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geloof van bepaalde moslims opgeheven moeten worden om de Nederlandse samenleving te beschermen. Ja. En wat je ziet bij Pim Fortuyn, die stelde dat er een koude oorlog nodig is tegen de islam. Wat betekent dus dat de islam overal in Nederland met het debat zou moeten worden bestreden. Nou, nu ben ik op zich geen. Met debat is natuurlijk prima, maar niet restrictieve dingen. Als je me laat uitpraten. Ja. Dus wat prima is, zeg maar, als het op de fundamentalistische aspecten van islam aankomt. Maar wat je ziet gebeuren bij die mensen, bij Fortuyn, bij Hirsi Ali, bij Geert Wilders, is dat zij structureel het fundamentalisme gelijkstellen met de religie als zodanig. Ja, en op die manier kweek je intolerantie. En volgens mij is het probleem van de PvdA veel meer dat in de jaren 90 heeft men de sociaaldemocratie verlaten, heeft men de veren uitgeplukt en is men een gematigde neoliberale koers gevaren, waardoor een groot deel van het electoraat is weggelopen. En wat je nu ziet, is dat de partij denkt van, nou ja, oké, we kunnen niet de koers bijstellen op sociaal-economische thema's. Mm-hmm. Waar we wel op kunnen bewegen, is op cultuur. Dus we gaan, zeg maar, een anti-immigratie, anti-islampolitiek hanteren. Opportunisme, Eddie. En in die zin is dit manifest gewoon een uiting van de crisis van de PvdA. Nee, bedoel, je hebt het over Geert Wilders. Je vult. Nee, een waar secularist die is voor godsdienstvrijheid. Weet je, die zal nooit boeken of. Maar dan praat je niet. Kijk, wat ik snap. Ik begrijp helemaal de zorgen om de ex-moslim. Meneer, ik ga je even onderbreken, want anders zit de zaal. Ik ga nu naar de zaal. Je hebt waarschijnlijk dezelfde soort vragen. Voor de zaal, ook in verband met de tijd, een vraag. Niet uw eigen manifest, alstublieft.
Wordt wel verleidelijk natuurlijk. En even wie u bent. Ga maar even staan. Ja, Ali Mohammed, promovendus, staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden. Ik heb een vraag, een definitievraag. Wat defineer je onder secularisme? Want ik heb het idee dat er misschien langs elkaar heen wordt gepraat en dat er misschien een extreme vorm in ons hoofd zit van, oh, je mag niet meer met een hoofddoek in de openbare ruimte lopen of zo. Dat is volgens mij wordt dat helemaal niet bedoeld. Dat is meer de laïcité zoals het in Frankrijk is. Precies. Dus ik ben benieuwd ook naar. Dat is een goede vraag. Bent u ook met de gematigde secularisme? Zou je dat dan voorstaan? Er zijn natuurlijk heel veel vormen van secularisme. Als je ziet bijvoorbeeld dat in Tunesië of vroeger in Turkije, of überhaupt in Noord-Afrika en in de Verenigde Staten, zie je dat daar linkse progressief over het algemeen, zelfs anti-religieus zelfs is. Ik bedoel, progressief links in Amerika is wel erg tegen de Bijbelbangers. En je ziet dat in Tunesië en Marokko bijvoorbeeld, heeft een heel andere vorm. Want je ziet daar, het secularisme wordt breed door moslims omarmd. En de grootste barrière tegen het islamisme daar, tegen de theocratie, wordt gevormd over de mensen die zelf gelovig zijn. Dat was in Turkije ook het geval. In de tijd van Atatürk niet iedereen die secularist was natuurlijk atheïst. Bij lange na niet. Wat we zelf voor zouden staan is dat het een vrij speelveld is. Weet je, dat zeg maar alle gedachtegoed dezelfde ruimte in het open debat krijgt. En geen voorrechten, niet meer of minder recht om het iemand geloven. Maar vraag ik me wel af, in uw eigen manifest houdt u zich daar niet aan? In welke zin? Omdat heel duidelijk, zeg maar, de islam als het probleem. De staat letterlijk van de protestanten en katholieken, de concessies die we daaraan hebben gedaan, dat konden we hebben. Ja. Maar de demografische verandering in de grote steden, dat kunnen we niet hebben. Het heeft te maken omdat de sociale omstandigheden zo zijn dat het over het algemeen zwakke wijken zijn die sociaal-economisch zwak zijn. En daar komt ook natuurlijk het linkse verhaal. Kijk, het hele manifest hebben we natuurlijk alleen maar één ding uitgelegd, het sociaal-economische, zoals ik uitgelegd heb. Daar is het duidelijk, daar vindt links, vrijwel iedereen op links vindt daar min of meer hetzelfde. Daar is doordat er dat is absoluut niet waar. Er zijn enorme verschillen in de sociaal-economische sociaal-liberalisme wat betreft zeg maar de economische tak, daar ben ik ook tegen het uitverkoop van de zorg en Is de dominante stroom. Heren, ik ga weer hier naar de vraag. De vraag van die meneer is nu wel beantwoord. U, even uw naam. Ja, ik ben. Ik ben Max Waterman. Ik ben van de Atheïstische Seculiere Partij. Ik had een vraagje aan meneer Oude Amsen. U kent niet alle mensen in Nederland die atheïst zijn. U kent ook niet alle mensen die in Nederland secularist zijn. Waarom zou u veronderstellen, zonder bijinformatie, dat iedereen een aanhanger is van Paul Cliteur of van Forum voor Democratie? Ik begrijp wel dat die stromingen er zijn, maar u heeft geen enkel bewijs dat die stromingen door iedereen die secularist is of atheïst is, ook belichaamd worden. Dat weet u niet. En op het moment dat u de vraag stelt, hangt u dat aan, dan legt u een bewijslast bij die mensen dat zij zich eerst zouden moeten uitspreken op een linkse manier of zouden moeten wijzen dat ze links zijn, voordat u het met ze eens bent dat ze daadwerkelijk links zijn. Dat klopt niet, dat is een denkfout. Hoe legt u... Maar dat zei hij helemaal niet. Nee, maar ik ben mijn interventie uitdrukkelijk begonnen met een vraag van hoe onderscheiden jullie... Jullie atheïsme dan wel secularisme van dat van Cliteur. Maar daar wil men niet op ingaan. Dus dat is toch een geladen vraag. Dan doet u net... Dat is toch geen enkel... Nee. Dat is helemaal geen geladen vraag voor mij. Jawel. Vond je het een geladen vraag, Eddie? Zo stelde hij hem ook, hoor. Vond je die vraag, zoals die werd gesteld, geladen? Ik vond dat het meer insinueerde dat doordat er ook zo'n rechtse stroming bestaan, dat we daar lippendienst aan wijzen. Maar dat is zeker niet zo. Geert Wilders heeft het over minder Marokkanen en wil, zeg maar, en dat is niet secularistisch, bepaald niet, dat hij geloof wil, een zeker geloof wil verbieden. Daar zijn we natuurlijk uiteraard niet voor. Volgende vraag maar. Ik heb een hele praktische vraag. In jullie manifest zeggen jullie dat de vrijheid van godsdienst als apart genoemd weg zou moeten. Sorry jongens, zullen we ook even de mensen die een vraag stellen even naar luisteren meteen? Moet ik hem opnieuw stellen of hebben jullie het wel... Graag, als je dat wil. Oké, in het manifest, ik heb een hele praktische vraag. In het manifest staat dat jullie ervoor zijn als de vrijheid van godsdienst uit de grondwet komt, als apart genoemd. Als apart genoemd, ja. Ja, dus niet omdat de andere vrijheden dat eigenlijk al in zich houden. Wat garandeert ons dan dat
de vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting niet precies dezelfde uitkomst hebben. Dat we nog steeds kinderen allemaal op scholen hebben zitten waar ze alleen maar elkaar ontmoeten en één idee gevoerd krijgen. Dus hoe zien jullie dat voor je? Ja, vind ik eigenlijk wel een hele goeie, want in ons manifest doen we een poging met die zinnen om een gedachtenlijn neer te zetten waarbij we de gelijkschakeling van die vrije meningsuiting en de vrijheid van levensbeschouwing, godsdienst, op één niveau, hè, dat niet omdat je een bepaald geloof hebt, dat, want dat gebeurt in de praktijk te vaak, dat het als een soort alibi dient voor onderdrukking. Oh, ja, dat is de moslimgemeenschap of dat is de christelijke gemeenschap. Daar is LHBT-emancipatie nog gevoelig. Dus ineens wordt dat dan minder erg. En wij denken dat als je de expliciete vermelding uit de grondwet haalt, dat je daarmee iets doet aan die gelijkschakeling. Maar ook dat moet in de praktijk invulling krijgen natuurlijk. Het zou ook misschien met het debat zelf al kunnen dat het gelijkgeschakeld wordt. Als we met z'n allen er voldoende over hebben, dat het gewoon gelijkgeschakeld zou moeten worden. Sorry hoor, als u in de brief iets doet, is het juist koppelen van die problematiek aan die geloofsgroepen. Dus u doet precies dat. Oh, de moslim, daar is LHBT een probleem. Oh, het christen, daar is weet ik veel wat, onderdrukking een probleem. Misschien minder, want ze zijn zo. Nou ja, dat doe ik niet, geworden. Maar het Sociaal Cultureel Planbureau heeft volgens mij in 2014 uit mijn hoofd ook daar een uitgebreid onderzoek naar gedaan, waarin ze precies aangeven en heel erg wetenschappelijk uitgezocht en onderzocht dat binnen de conservatief-christelijke gemeenschappen, maar ook islamitische gemeenschappen, dat het daar nog echt een probleem ja, is. Ja, maar ik weet ook dat het echt een probleem is onder agnosten, dat, maar dat heeft ook niemand het over. Dat verzin ik niet, dat is gewoon zo. Maar ja, helaas. Ja, ik ben ontken, want ik leef dat dagelijks als christelijke LHBT'er. Maar ik kan één ding zeggen, transfobie heb ik nergens zo ernstig meegemaakt als juist met agnosten. En de groep waar het minst groot probleem was bij moslims. Maar okay, dat zul je niet terugzien in de rapporten goed, van het helder. CPB. Minst groot, want zij gaan weer hebben naar geen probleem luisteren, met meneer. Transposities. Meneer. Dat is het probleem. Nee, dat zien we. Kijk, we gaan naar een vraag luisteren. Wij letterlijk uit om met de mannen te bidden. Meneer, we gaan naar een vraag luisteren. Ja, mijn naam weet is Kees ik, van want we zijn nu bij de vraag. Je punt is gemaakt. Mijn naam is Kees van Scherpzeel. Ik heb een vraag aan de beide schrijvers van het manifest. Net werd gezegd, de olifant in de kamer is de islam. Ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat de olifant in de kamer is loyaliteit. Groepsloyaliteit, etnische loyaliteit. De gevoelens van verraad, van wraak aan de eigen groep. Moeten we niet veel meer nadenken hoe we terug kunnen naar het individu in deze samenleving tegenover die groepsdruk. Ja. Niet zozeer die intellectuele druk van die religies, maar die groepsdruk die we met de immigratie het land is binnengekomen. Goed, het was geen vraag, maar voor één keer doe ik alsof ik dat niet door had. Even die meneer hier, je zit al een hele tijd te wachten, maar moet je even naar voren komen. Ja. Wel een vraag. En ik hou. Ik zie Spinoza staan. Dan moet ik ook een beetje aan, ik ben Axel trouwens, aan Descartes denken. Ook aan Locke, aan het vrijheidsdenken. Ik zie vrij staan en ik zie links staan met een vraagteken. Aan beide partijen eigenlijk de vraag. Hebben jullie ook iets nagedacht over wat voor jullie een vrijheidsbegrip inhoudt? En wat dan links zou moeten identificeren in combinatie met dat vrijheidsbegrip. En dan hoef ik liever niet een debat tussen jullie, maar gewoon even van beide partijen gewoon. Wie zijn beide partijen? Wil ik dat? Ja, volgens mij zijn wij vrij. Ja, partijen. Zo ongeveer. Zijn even gewoon een antwoord. Dank je wel. Nou, de dame. Misschien even. Wat is vrij en wat is links? In ieder geval, wat is vrijheid? Ik ben opgegroeid in een achterstandsbuurt. Ik ga het heel kort doen. Met eigenlijk niet zoveel kansen op het oog. Maar dankzij het prachtige Nederland eigenlijk, waarin ik opgroeide in de jaren 70 en eigenlijk tot nu toe, heb ik kansen gekregen en die kansen ook gegrepen. Met wel een maatschappelijke context waarbij de elite van toen en destijds dat ik opgroeide toch ook wel altijd een duidelijke boodschap had dat welke achtergrond je ook hebt, welke
geloof je ook hebt, of je nou man of vrouw bent, of je nou homo of hetero bent, dat je allemaal in vrijheid, in gelijkwaardigheid je kansen moet kunnen pakken in Nederland. En zo'n maatschappelijke boodschap, dat is zo'n enorme steun, als je nog van een dubbeltje een kwartje moet worden. En dat is eigenlijk de essentie van het manifest wat mij betreft, om die verworvenheden die vanuit de moderniteit en die verlichting zijn ontstaan, dat is goud wat we in handen hebben. En dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar daar moeten we zo zuinig op zijn. Okay. Ja, dat moet je niet willen opleggen, maar je moet het toegankelijk maken. Je moet het toegankelijk maken voor al die individuen die nu de mini-kekliek zijn. Voor mijn dochter, voor mijn zoon, voor mijn kleinkinderen. Dat zij ook op hun eigen manier hun vrijheid, hun gelijkwaardigheid in alle diversiteit samen kunnen beleven. Marijn, wil jij nog korte antwoorden op deze vraag? Alle vier gaat niet lukken in verband met de tijd. Ik denk dat voor links vrijheid betekent zowel zeg maar de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Wat het eigenlijk gaat helemaal terug tot de jaren 50. Maar dat gaat samen met sociaal-economische rechtvaardigheid. Een element wat ik zelf heel erg vind missen in het manifest. Heb ik uitgelegd? Ik begrijp dat je dat hebt uitgelegd. Dus dat is, er is een voorwaarde tot zelfontplooiing en die bestaat uit een emancipatoire politiek. Dus in die zin is eigenlijk, dat is ook de grote contradictie natuurlijk in het debat. In hoeverre heb je een emancipatiepolitiek voor bepaalde groepen? Hè? Want linkse politiek ging altijd eigenlijk over groepen ook. De identiteit van de arbeidersklasse bijvoorbeeld. En in hoeverre bevorder je de vrijheid van het individu? Goed. Dankjewel, Marijn. Eén vraag daar en dan doe ik nog één laatste hier. Ik zie heel veel vingers, maar dat gaat niet lukken. Hallo. Korte vraag. Hallo, ik ben Roel. Ik heb een vraag aan Mounir. Jij geeft aan dat je bezig bent met andere moslims samen om... Dat is aan Mounir, dat verstand ik even. Aan wie is de vraag? Mounir. Aan Mounir, oké. En dat vind ik heel mooi, dat je bezig bent met hervormen en dergelijke... Ontbeer je dan hulp van bijvoorbeeld politieke partijen en linkse partijen? Zou je dat willen? Zou je ondersteuning willen? Zou je platform willen? Nou, allereerst... Voor jullie hervorming, voor jullie denkwijze. Ja, dankjewel. Mounir. Allereerst ben ik de echo van de hervorming die hartstikke snel, groot en massaal aanwezig is. Ik ben zelf niet de hervormer. Dat kan ik ook niet. Ik ben geen moslim. Dat is absoluut niet waar. En gelukkig, dat is absoluut niet waar. Maar goed, als u dat vindt, dan moet u dat vooral vinden. U weet niet hoeveel mensen ik spreek en u weet niet welke mensen ik spreek. Dan kan ik straks met u. Maar los daarvan, over die linkse partijen, hoe ze zouden kunnen faciliteren. Het probleem wat ik zie en wat ieder persoon benoemt die ik spreek, of die nou salafistisch is tot ex-moslim of alles ertussenin, dat door het eendimensionale identiteitsdenken, door het constant gereduceerd worden tot moslim, en iedereen benoemt daar in 9-11 natuurlijk als een keerpunt en alles wat daarna gevolgd is, dat zij zo gereduceerd worden tot hun moslimidentiteit, dat zij die of omarmen of krampachtig proberen af te werpen, wat vaak niet eens lukt, want je blijft voor het oog die moslim, whatever that may be. En ik denk dat daarin dit niet faciliterend is, dit manifest. Het vergroot de angst voor religie in plaats van dat het die verkleint. En het vergroot de angst voor die islam en de moslim. En dat drijft ze eerder in een defensieve hoek, waardoor je ook heel van die zelfkritiek niet hoort, terwijl die er wel is. Maar mensen zijn bang dat het gekaapt wordt. Okay. Onder andere voor dit soort manifesten. Dankjewel, meneer. De laatste vraag. Laatste woord is aan u. Mijn naam is Tamara Benima. Ik ben rabbijn. Ik ben beslist niet tegen religie. Ik ben wel hartstikke seculier. Ik dank God op mijn blote knieën voor dit manifest. En ik hoop echt dat jullie worden uitgenodigd door alle linkse partijen om mee te schrijven met hun programma's. Want ik kan al 20 jaar niet stemmen vanwege de groepsdruk die in alle religies heel erg sterk is. En alle belangrijke dingen die voor mij belangrijk zijn, feminisme, humanisme, secularisme, gekaapt hebben. Dus ik vraag of jullie al door de linkse partijen, PvdA, GroenLinks, zijn uitgenodigd om mee te schrijven met hun partijprogramma. Kijk, dan heeft u mijn werk al gedaan, want mijn laatste vraag was: en wat nu? Abby en...
We hebben nog geen actieve uitnodiging gehad. Maar onszelf kennen, dan gaan we ons er sowieso wel, als het even kan, actief mee bemoeien. Maar ik heb al wel gezien dat Lodewijk Asscher, maar ook bijvoorbeeld iemand als Sihni van GroenLinks. En nou, Boris van D66. Ja, Humanistisch Verbond, ja. Maar ook zeg maar sociaal-liberaal, we krijgen ook wel veel steun. Maar ook wel, de kritiek verwoorden zij eigenlijk wel op een manier die herkenbaar is. Of het nou social media is of Twitter was de afgelopen dagen. Maar ook in de afgelopen jaren, wat ik dus tijdens mijn politiek bedrijven, of het nou in het publieke domein was, als ik werkbezoeken deed bij de gemeente, of in de politiek zelf, of in mijn eigen fractie, kwam het eigenlijk hier steeds op neer. Oeh, we spelen rechts in de kaart. Oeh, en de moslims hebben het al zo moeilijk. Oeh, en eigenlijk zitten we al sinds Paul Scheffer, maar ook sinds Pim Fortuyn, al in die kramp. Wat alleen maar leidt tot nog meer identiteitspolitiek en populisme. Maar het probleem is niet dat we in een kramp zitten. En het probleem is niet meer in het debat, heren. Ja, nee, maar daardoor kunnen we het probleem is dat mensen de analyse overnemen. Marijn, niet meer even teruggaan, daar hebben we echt geen tijd voor. Het pamflet ligt er. Ja, en daarom is het goed, denk ik, dat we vanuit een waardegedreven politiek, welke partij we ook ons mee verbonden voelen, in ieder geval de universele waarden, de waarden vanuit de moderniteit, zoveel mogelijk proberen te verwerken in al die verkiezingsprogramma's. En die concrete uitnodiging ligt er nog niet van iemand. Nee, maar je ziet wel dat uit alle linkse partijen er goede geluiden komen. En ja, we kennen ze allemaal, dus we kunnen ze bellen. Goed. Dank jullie wel. Het laatste woord is aan een buitenlandse gast. Hij was hier, u heeft hem nog niet gezien. En hij heeft meegeluisterd, er is vertaald voor hem. En hij krijgt het laatste woord. Zijn naam is Haris Rafiq. Haris Rafiq. En hij is oprichter en CEO van de organisatie Counter Extremism. Thank you very much for the introduction, and thank you very much to Dabali and the team, the organizers, the authors of the manifesto, and for everybody else for turning up, and for all of you for turning up to tonight, this evening, to hear this very, very important discussion and debate. Also, thank you very much, Sophie, for actually doing the most talking, more than anybody else, because you had to actually translate everything. So thank you to you. I think we've heard a very, very interesting and challenging discussion and debate. I'll just summarize sort of the last one for me. There was so much I wanted to respond to, but it's not my job here. But it was really nice to hear two non-Muslim people telling me, a Muslim, how I should feel about the manifesto. So that was something that I thought was very nice of them to tell me how I should be thinking and how I should be feeling and how the manifesto is very anti-Islam. I found that very strange, but thank you if you're still here, Munir, and your friend. Really, the debate at the end was about, is the manifesto about Islam? Is it not about Islam? Is it alt-right? What would Geert Wilders think about it? Would he like it? I don't think he was mentioned in the manifesto. I don't think Islam was mentioned in the manifesto. But then we talked about, and we got into how people who are Moroccan and Turkish authors of the manifesto don't actually know what the community is thinking. I thought that was a particularly nice touch as well. I think also it was really, really interesting to hear a discussion, a debate about, although I couldn't quite follow the logic, around groupthink, about group loyalty in peer pressure. What is freedom? I think that was an interesting discussion at the end. You know, was it opportunities or was it emancipation? I don't know. Could it be both? Perhaps. I don't see why it could be one or the other. And it was also particularly nice to finally understand, as a 53-year-old Muslim who was born in England, that really faith-based identity politics for me really happened after 9/11. Well, actually it didn't. It happened a lot before then. I remember growing up as a youngster in the UK, where in Rochdale, which has a very, very high density of
Pakistani, Bangladeshi and British diaspora, Muslim diaspora. And my father, in fact, was the very first Pakistani diaspora bought house in Rochdale in 1959. And, you know, Muslim, brought up in a Muslim household. And I don't actually ever recall when I went to school in the nursery in the late 60s and then the 70s and 80s in school and university, I don't actually remember anybody at all referring to me by my faith. I don't remember that. What I do remember is people telling me that actually I'm a Muslim first, second and third, and not a British who happens to be a Muslim after the Salman Rushdie affair. I remember that in the UK, and I remember that's when we saw the creation, certainly in the UK, of groups like the Muslim Council of Britain and other Islamist groups who actually were able to persuade the left that Muslims want to actually be classified as Muslims first and anything else second. We don't want to be anything, we don't want to be British or anything. We are Muslim first and foremost. I don't remember my father ever saying that. I don't remember the migrants that, the Muslim migrants that came to Europe post-World War II thinking that. In fact, they had no difficulty in being Pakistani and Muslim, Indian and Muslim, Bangladeshi and Muslim, or anything else and Muslim. In fact, they often had debates internally amongst the different demographics of Muslims of what it is to be a Muslim. And this has been going on a long time. So I think that this faith-based identity politics has been going on for a long, long time, and not just now. The paper is not, and I couldn't quite understand whether the word Islamophobia, you guys have the word Islamophobia here? Yeah, there's no such thing. Let me tell you why. Islam is a set of values. It's a set of ideas. No set, it's something that I choose. It's a set of ideas and values that I choose to adhere to. In a liberal secular democracy, no idea should be beyond critique, but no individual should be beneath dignity. That's why the correct terminology is not Islamophobia, it is anti-Muslim hatred when it affects the individual. And in fact, the paper is actually trying, my understanding, after having read it for the first time today, I must admit, is something the paper is trying to improve. A very quick story from me, and I think it's relevant to what was happening today. I personally have been no-platformed by LGBT, by an LGBT organization in Warwick University for being anti-Muslim when the event was actually to promote them. The event was actually to help them and to actually try and help reconcile how Islam can actually cope with and be tolerant towards people who are LGBT. That is the state of the left right now as we speak. And this paper, somebody was asked why now. This paper, not why now, the paper is actually late. I think I want to leave you with a final thing, really, and the final question that the paper certainly has stimulated for me, a question, really. And the question is, do we want to live in a liberal secular democracy? That's the question we've got to ask ourselves. A liberal secular democracy where everybody is judged, valued, under the same universal human rights, irrespective of their color, religion, ethnic background, or whatever their sexual orientation may be. If the answer to that is yes, then do get engaged with the paper. Have more events like this, have more debates. If the answer is no, then I guess the only thing really left for you to decide is which group think is best, and who should be marginalized, and ultimately, which type of totalitarian theocratic state you want to live in. Thank you very much. Thank you, Hadi Swafiq. Het was een lange zit en u was heel geduldig. En ik zal het moeilijk afsluiten met wel of niet een verhaaltje. Ik ga hem heel kort doen.
Ik beschouw mezelf wel als moslim, maar ook joods, soefi, whatever. In ieder geval religieus. Ik was in Turkije in Istanbul de avond voordat de coup gebeurde. Ik heb de coup meegemaakt. Ik ben opgegroeid zoals vele mensen die uit een islamitisch land komen of een islamitische achtergrond hebben. Dat je exact in je genen genetisch weet wanneer 5 keer per dag de oproep tot het gebed wordt gedaan. Dat weet je, of je nou seculier bent of niet, you just know. Op die avond in Istanbul, terwijl de coup gaande was, ging de oproep van het gebed af voor de eerste keer rond een uurtje of 00:30 's nachts. Mijn lichaam, mijn DNA wist, dit klopt niet. Er gaat geen gebedsoproep af om 00:30 's nachts. De gebedsoproep die ik altijd heb beschouwd als een mooie oproep werd het meest angstaanjagende wat ik ooit heb gehoord in mijn leven. Op de bommen in Syrië na. Vervolgens om 02:30 ging weer de gebedsoproep vanuit alle moskeeën in Istanbul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Met daarna verzen uit de Koran waar ik mee ben opgegroeid. Weer voelde ik kippenvel en ik voelde weer angst, doodsangst. Die avond in Istanbul ervaarde ik, de persoon die houdt van de Koran, of in ieder geval van de verzen, ik hou van de melodie, ik hou van de muziek die erin zit, begreep, niet verstandelijk, maar in mijn lijf begreep ik wat het betekent als religie wordt vermengd met politiek. En die avond begreep ik niet meer verstandelijk, maar besloot ik in mijn lijf, dit wil ik niet. Ik wil een staat die seculier is. Hier wordt iets wat mooi is, vernacheld en gemaakt tot iets wat alleen maar macht is. Dus die avond viel ik in ieder geval van mijn geloof. De bar is geopend.